collega's allemaal. Het jonge volkje is net naar school en het is alweer oktober. De tijd vliegt, maar oktober is een feestmaand, want deze maand op 18 oktober vieren wij de Dag van de Verzorgende. En de Dag van de Verzorgende is traditioneel bij Ferm Thuiszorg de dag waar we al onze eerste lijnsmedewerkers in de bloemetjes zetten of in het zonnetje zetten. Wij willen jullie bedanken voor jullie tomeloze inzet. We willen jullie tonen hoeveel waardering en respect wij voor jullie voelen. En alle medewerkers, dat wil zeggen, gaande van onze verzorgende, kraamverzorgende, nachtverzorgende, poetsheuvel, karweimannen. Ik hoop dat ik niemand vergeet, want jullie zijn met velen. Alle medewerkers, dat is ook degene die al jarenlang zich inzetten voor Ferm Thuiszorg. En degene die misschien na een opleiding binnen Ferm Thuiszorg de eerste stappen zetten in de job. Alle medewerkers, dat zijn ook de medewerkers die vanuit andere werkgevers komen. Ik denk aan onze collega's van IZ2, aan onze collega's van de poetsdienst van OC&W Linter. Iedereen willen wij bedanken voor wat je elke dag voor Ferm Thuiszorg en voor onze cliënten doet. En hoe bedanken wij jou? Ik geef jullie alvast een groot hart van waardering. En ook een klein geschenkje. Het geschenkje, zeer handig, past in een broekzak, is dit mooie portemonneetje van Ferm Thuiszorg. Een handig portemonneetje voor al jullie munten, maar steek er geen goud in, want het goud, dat zijn jullie zelf. Hier in mijn broekzak en ik hoop dat jullie er ook heel veel plezier zullen van hebben. Lieve mensen, dankjewel. Dat zeg niet alleen ik, dat zeggen ook onze cliënten. Maar dat zeggen ook al jullie collega's van de kantoren, de verantwoordelijken, de regio-medewerkers, de staf binnen Ferm Thuiszorg, de medewerkers van het hoofdkantoor. Dat zegt iedereen. En dat tonen we jullie heel graag. Chapeau!